Ja, iedere keer als ik in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kom, en dat is met vrij grote regelmaat, loop ik altijd even dit zaaltje in om dit schilderij te zien. Sarah schilderde zijn hele leven eigenlijk kerken, veel interieurs. Zo staat hij ook bekend als een architectuurschilder. En op een of andere manier weet hij het, omdat hij ook zo dun schilderde en met zulke bijna ingehouden kleuren, krijgt het geheel niet iets wat de meeste mensen denken dat het gewoon een afbeelding is van de werkelijkheid, een soort topografische schilderkunst. Maar dat hij het oplicht waardoor het als het ware gaat zweven. En dat vind ik het geheimzinnige van dit schilderij. Hij ontneemt de zwaartekracht zijn macht. Toen ik het voor de eerste keer zag, ik weet ook niet waarom ik dat idee had, maar dat jongetje daar, wat in dat karretje zit, dat ben ik. Dus het heeft voor mij een beetje de bijbetekenis van een soort terugkeer naar je eigen jeugd, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Het slaat ook nergens op. Maar dat gevoel. Maar het is vooral dat de hele boel alsof het een soort visioen is. Dat het zweeft, dat het geen zwaarte heeft. Dat vind ik er zo mooi aan. Het is qua compositie bijna zoiets als de muziek van Bach, weet je wel. Het is totaal in evenwicht.